mensen, we hebben een nieuwe vlog weer op mijn kanaal. En ja, ik vind het heel raar te zeggen vlog, want ja, ik ben natuurlijk helemaal geen vlogger. Maar de eerste vlog heeft letterlijk meer dan 3000 likes gehaald in een paar dagen. Dus wie ben ik dan om te zeggen, jongens, dat was de laatste vlog, de mazzel. Dus ik moet gewoon een nieuwe vlog maken, dus bij deze. En vandaag, of nu ben ik eigenlijk aan het lopen naar mijn les. Want vandaag is de eerste dag dat ik die Spaans les ga doen, trouwens. Je merkt wel even dat je echt in de stad bent, man. Het is echt niet normaal luid hier. Ik zit nog in een zijstraatje. Ik wou nog even wachten met beginnen het opnemen. Omdat ik net op de grote straat liep, de Gran Vía. En nou ja, daar was het zo luid. Ik dacht, als ik hier ga vloggen, dan horen jullie helemaal niks. Maar ik loop dus nu naar mijn les. En het is 8:00 AM. De wekker ging vanochtend ook. En ik moest al eventjes even weer inkomen. Omdat ik natuurlijk de afgelopen week nooit wakker moest worden, zeg maar. Ik had allemaal geen verplichtingen of iets. En nu opeens wil ik toch eventjes hier wakker worden. Dat is wel even lastig. Maar ja, na 5 minuten ben ik ook weer fresh. Maar ik loop nu dus richting die Spaanse les. En ik ben heel benieuwd wat voor mensen ik die Spaanse les mee ga doen. Dit is dus een testdag, een trial day. Om dus te zien of ik het leuk vind. En of ik dit de komende 6 maanden wil gaan doen, minimaal. Dus ik hoop even dat het leuke mensen zijn. Dat het een beetje jonge mensen zijn. En ja, daar gaan we dus een beetje achterkomen nu. Ook heb ik nu ongeveer, wat is het? Ik denk 8 van de 11 huisgenoten ontmoet. Ga ik ook nog een keer vertellen hoe die allemaal zijn. Het is echt tot nu toe heel erg meegevallen. Ik vind het super leuk. Het appartement wat jullie dus in de vorige vlog gezien hebben is super nice. Maar ook de huisgenoten zijn dus heel erg nice. Want dat wisten jullie natuurlijk nog niet. Want dat had ik nog niet verteld in die vorige video. Omdat ik het toen ook zelf nog niet wist. Maar wij lopen dus even naar die Spaansles. Als ik klaar ben, zal ik even vertellen hoe dat geweest is. En trouwens, het is Barcelona, hè. Ik voel gewoon een paar druppels. Niet best. Dit weekend was het trouwens echt next level weer. Ik heb gewoon op het strand gezeten. Midden maart, hè. Midden maart heb ik gewoon op het strand gezeten met 23 graden volle zon. Maar dat was misschien ook een uitzondering, want het is nu wel echt weer wat minder weer. Maar ja, ik ga lekker even Spaans leren. Oké, ik ben klaar van de Spaanse les. En nou, ik heb in 4 uur al best wel wat geleerd. En ik weet zeker als ik dit gewoon van maandag tot vrijdag ga doen, 4 uur per dag. En ook nog een beetje Spaans praat met mijn huisgenoten of met andere mensen. Dat het sowieso goed moet gaan komen bij Spaans. Dus dat is het heel erg positieve. We vragen jullie af, oké, hoe waren je klasgenoten? Hoe was de school? Ik vond de school echt mega goed georganiseerd. Heel clean, zeg maar. Heel netjes. Goede docenten op zich. Ook goed, gewoon dus de boeken krijg je er gewoon bij. En je krijgt huiswerk mee en alles. Dus dat was echt top. Ik vond de lesgeven echt super. De klasgenoten waren heel gevarieerd. Bijvoorbeeld was een vrouw van 67. Maar er was ook een jongen van 18. Dus het zit echt heel erg uit elkaar. En ik had gehoopt op een klas met heel veel jonge mensen. De helft was wel jong. Maar het was ook een heel groot deel best wel oud. Dus ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Aan de andere kant, ik had ook op andere sites gekeken. En dat is gewoon het ding hier. Je hebt ook gewoon volwassenen die Spaans willen leren. En het is niet een universiteit. En je kan niet bij een universiteit les krijgen in Spaans. Want dan moet je zeg maar ook echt een student zijn bij die universiteit. Maar er waren ook genoeg jonge mensen hoor. De helft van de klas was denk ik onder de 30. En nou ja, er was een meisje van 26, van 28, van 20, nog een van 20, van 23. Dus het waren ook wel jonge mensen hoor. Het enige was, er waren ook oude mensen. Dus ik moet nog even kijken. Ik ga even kijken, want dit was wel de grootste school. En om nieuwe mensen te leren kennen, is het wel chill dat het gewoon een grote school is. En los daarvan was het dus ook allemaal heel goed georganiseerd. Dus ik denk dat ik het gewoon ga doen. Maar ik ga thuis nog heel even nadenken. Heel even nog kijken naar de andere opties. Maar dat zijn allemaal kleinere scholen waar waarschijnlijk dan nog minder jonge mensen zijn. Want het is gewoon een kleinere school. Dan heb ik nog een leuk verhaal. We zaten daar in zo'n klas. We zaten met z'n 15. En op een gegeven moment was de vraag, wat was het ook weer? ¿Cómo eres tus padres? Dus hoe zijn jouw ouders? Een beetje een rare vraag. Hoe zijn jouw ouders? Wat bedoel je daarmee? Dus wij allemaal beantwoorden. Zij zo'n, één zo'n, je moet beseffen dat we met z'n 15 in zo'n klas zaten. Zeg één zo'n vrouw van 40, zegt van 50 of 40, ik veel, best wel een oudere vrouw. Zegt van, oké, mijn vader is dood. Dat is al, een beetje awkward om te zeggen, weet je wel. Dat is een beetje stil. Nou, mijn vader is dood. Nou, wij kijken elkaar, sneu, maar wat moeten wij zeggen, weet je wel. En toen zei ze, en mijn moeder is dik. Letterlijk, hè? Doodstil. We kijken elkaar en zeggen, leuk. Zeg wat over je ouders. Ja, mijn vader is dood en mijn moeder is heel dik. Ging ze ook echt zo doen, want nou, dat was echt heel awkward. Anyway, toen was er een pauze.
kom ik terug naar de pauze. Had een van de meisjes, een 20 jaar oud meisje ook, ik weet niet wat. Zij doet met een hond. Maar het was een Duits meisje, letterlijk. Die komt opeens er binnen met haar hond. Het was wel een kleine hond, dus het kon zo onder de tafel. Maar ook echt mega random. Dan ben je 20 en Duits, dan woon je in Barcelona en dan heb je een hond. Ik zat te kijken, van, waarom neem je die hond mee überhaupt naar de klas? Dus dat was ook heel random. Dus nou ja, 4 uurtjes, best wel wat nieuwe rare dingen meegemaakt. Maar in ieder geval, ik ga nog even nadenken of ik deze school doe. Ik vind dus alles super goed georganiseerd. En aan de andere kant, ja, ik woon met allemaal mensen die heel jong zijn. Dus ik hoef niet per se ook met heel veel jonge mensen te zitten. Maar het is wel leuker. Maar aan de andere kant, er waren dus ook jonge mensen. Alleen ook oude mensen. Ik ga er even over nadenken. Ik ga nu even lunchen, want ik heb echt mega veel trek. Er waren daar van die mini croissantjes in de ochtend. Ik heb er gelijk 3 gepakt natuurlijk. Maar ik heb nu wel weer trek. Want dat is inmiddels alweer 4 uur geleden. Dus ik ga even wat spulletjes kopen. Even lekker ontbijten of lunchen, hoe je het wil noemen. Almorzar. Dat is lunchen in het Spaans. Wist ik toevallig door Duolingo. Het is ongelooflijk, maar het regent gewoon nu hier in Barcelona. Ik vertik het om een paraplu te kopen. Ik ga het niet doen. Ik weet sowieso, we zijn in maart en het zal vast de laatste paar dagen zijn dat het überhaupt gaat regenen. Of de laatste maand. Dus ik ga geen paraplu kopen. Ik ga wel wat andere dingen kopen, want ik ga op mijn weg nu naar de Action. Het is best wel ver weg, echt. Het is wel 6 kilometer. Dus we gaan met de metro. Het is een half uur met de metro. Dus volgens mij lopen die lijnen dan net... Oh, wacht, het is goed. Lopen die net niet lekker, waardoor een half uur is, want op de map of op de kaart is het wel ver weg, maar niet mega ver weg, maar het is toch dus een half uur. Dus we gaan even met de metro trouwens, dus die groene kaart, ik krijg hem zo met mijn één vinger even niet uit mijn pasje. Deze pasjes van Apple zijn heel chill, alleen vaak zitten die pasjes vast, en ik heb er 3 in, zeg maar, en dan krijg je niet makkelijker uit. Dus doe ik straks even als ik de camera weggelegd heb. Maar ik wil even vertellen over het metrosysteem hier, want je betaalt dus letterlijk gewoon voor 3 maanden €42. 3 maanden €42. En dan niet per maand €42. Nee, voor 3 maanden €42. Dat is echt mega goedkoop. Als je dat vergelijkt met Nederland, dan ja, is dat gewoon een heel groot verschil. Dus natuurlijk gelijk het abonnementje genomen. Het is wel zonder trein. Het zijn wel metro, trammen en bussen. Maar voor Barcelona heb je natuurlijk geen trein nodig. En alsnog, volgens mij kan het in Nederland niet zo goedkoop. Maar we gaan dus even richting de Action en zal ik even laten zien wat ik allemaal ga halen. Nou, ik ben aangekomen bij de Action. En het is echt de meest droevige area, of we zeggen dat gebied van Barcelona, denk ik. Allemaal hoge flatten, grauw weer. Het weer helpt ook niet echt mee. Gewoon een vieze buurt. Ik sta hier eventjes omdat ik niet in de regen wil staan. Of nou, in de regen. Het miezert ook. Maar een beetje uit het lawaai. Het ruikt naar pis gewoon letterlijk. Maar ik heb dit ding gehaald. Dat is zo'n wasrekje. En dan denk je van, waarom ga je dan helemaal naar de Action? Kan je niet een andere winkel kopen? Nou, ik weet het nog van Frankfurt. Want in Frankfurt moest ik zo'n ding ook kopen. In Madrid hadden ze in het appartement zelf al die dingen. Maar in Frankfurt moest ik dat ook kopen. En het is ook knap lastig om zo'n ding te vinden. En ik wist dat bij de Action je hem goedkoop kan halen. En sowieso kan halen. Dus ik heb hem gewoon bij de Action gekocht voor, nou ja... Voor €14 was het. En dan heb ik ook nog 6 van die houdbaarheidsbakjes. Waar je dan... Een beetje kan meal preppen, die heb ik ook gekocht. Ik wist dat kan je ook bij de Action halen. En van die handdoekjes in de badkamer waarmee je je handen kan drogen. Dat is voor mij, want ik doe dan lenzen in. Is dat handig? Of nadat je je haar gedaan hebt, is dat ook handig? Klinkt een beetje een rare aankoop, maar dat is oprecht handig. En we hadden dat nodig, want dat hadden we nog niet. Maar nee, ik vind de Action toch maar echt een droevere winkel. Ik vind deze buurt droever. Dus ik ga maar snel gewoon lekker terug met de metro. Ook in de Action is het weer... Als kijk, de Action is natuurlijk gewoon een hele goedkope winkel, maar... Ze kunnen het wat beter maken door die lichtbulpen, of hoe noemen we dat, de gloeilampen, te veranderen naar geel licht. Want het is nu wit licht, want de Action, zeg maar, het geeft een nog goedkopere en nog skeerdere uitstraling. Dus als ze nou gewoon even die gloeilampen veranderen naar geel, ziet er al gelijk beter uit. Maar wij gaan even terug naar het appartementje. Daar heb ik eindelijk mijn wasrekje, want die had ik wel nodig. Want ik had nu echt mijn kleren gewoon letterlijk over een stoel gehangen. En dat is natuurlijk niet ideaal. Oké, boys. Eerste gymsessie zit erop met de gym onder mijn huis. En ik heb gelijk even een maand abonnementje afgesloten. Het is €31 als je alleen deze gym wil. En als je naar alle gyms wil, is het €35. Dus ik heb alle gyms gedaan. Want ik wou nog even een paar andere gyms van deze testen. En het is wel even een minder chille gym dan ik gewend ben in Nederland. In Nederland ging ik naar David Lloyd en dat was ook een stuk duurder. Dat was €85 per maand. Maar ja, dan had je 3 verschillende sauna's. Je had een zwembad. Mega luxe kleedkamers. Je had hele nieuwe apparatuur. En het was heel rustig. Want het was hier al best wel druk terwijl ik om 8 uur 's ochtends ging. En die guy zei ook, die man die me geholpen had, zeg maar, die zei van... Het is eigenlijk nu extra rustig, want het is een vakantieweek in Spanje.
Dus verwacht wel meer drukte. Dus ik denk, shit, ik heb even een filmpje gemaakt, heb je een beetje een idee. Het enige voordeel is wel dat, ja, ik heb de Spaanslessen 4 uur per week, maar voor de rest heb ik niks te doen. Dus ik kan straks om 2 uur in de middag naar de gym gaan. En die guy zei ook al van, ja, dan is het sowieso een stuk rustiger. Of ik kan 8 uur 's ochtends en ja, dan is het dus ongeveer zoals vandaag of iets drukker. Dus het is een beetje twijfel. Ik heb voor nu even een maandabonnement afgesloten. Was dus 32 euro of zoiets. En ja, prima voor nu. Eventjes aankijken. Mocht het echt te druk zijn, dan ga ik naar een andere gym. Alleen, het is letterlijk onder mijn huis. Ik bedoel, ik was connected met mijn eigen wifi. Als ik gewoon 50 minuten tijd heb, dan kan ik letterlijk 1 minuut lopen naar de gym. Ik hoef niet om te kleden, ik hoef niet te douchen. Want ik kan lekker stinkend weer naar boven lopen. En gewoon lekker mijn eigen douche gebruiken, zeg maar, in het appartementje. Dus dat is wel echt heel relaxed gewoon. Want ja, stel het is een kwartier, dat lijkt dan niet veel. Maar dan heen en terug is weer 30 minuten. Je moet dan douchen natuurlijk in de gym. Of je loopt dan bezweet het OV in of buiten. Dat is ook niet helemaal chill. Dus gewoon het feit dat het onder mijn huis is, ja, is gewoon te chill. En ja, de gym zelf, ik kan hem dus thuis niet. Stel dit was een kwartier fiets, had ik hem nooit gekozen. Maar voor nu is het wel eventjes chill. We kijken het gewoon even een maandje aan. En als het echt te druk wordt, dan moet ik iets anders gaan vinden. Maar het is zo dichtbij. En het is op zich wel prima. Gewoon een beetje basic fit style. Het is helemaal niet zo erg. Maar ik ga vanmiddag weer Spaans lessen nemen. En dan ga ik zo even wat meer over vertellen. Ik ben op weg naar mijn tweede dag voor Spaanse lessen. Maar deze keer bij een andere school. Ik wil nog even 1 andere school testen. Voordat ik een keuze maak, want nou, zoals ik al zei, ik ga 6 maanden daar lessen. Dus ik wil wel gewoon even een goede school hebben. Ik kan ook 6 scholen gaan testen of 10 gaan testen. Maar ja, weet je, dan kan je uiteindelijk toch geen keuze maken. Hoe meer keuzes je hebt in het leven, hoe lastiger het uiteindelijk is om een keuze te maken. Dus ik hou het gewoon lekker bij 2. Die van gisteren was namelijk gewoon helemaal prima hoor. Alleen dus wat oudere mensen. Dus ik ga even kijken of deze wat leuker is. Misschien wat meer jongere mensen. En wat grappig is aan deze, is dat deze, het klasje waar ik in kom, is A2. Helemaal begin van A2 level. En gisteren zat ik op A1 level, maar wel een advanced A1 level. Wat denk ik voor mij net wat beter is, want ik heb het gevoel dat ik nog niet A2 ben in Spaans. Dus het niveau van, even kijken trouwens, ik weet niet precies waar het is. Het niveau van vandaag zal wat hoger liggen dan gisteren. Wat aan de andere kant ook wel weer goed is, want dan leer je meer en dan ben je meer geforceerd om te leren, zeg maar. Want gisteren had ik wel het gevoel dat ik een van mijn beste was van mijn klasje. En je kan altijd ook nog veranderen hoor, dat kan gewoon. Maar nu zit ik dus gelijk A2, wat ja, dus wel een stukje hoger is. Dus we gaan gewoon even kijken hoe dat ook is en gewoon hoe deze school is. En dan ga ik na vandaag de keuze maken. Dan heb ik gewoon 2 scholen gezien, 4 uur lang. En dan kiezen we er gewoon eentje uit. Het maakt natuurlijk allemaal niet heel veel uit. Uiteindelijk leer je overal wel Spaans. En het moet gewoon een beetje leuk zijn. Deze is trouwens ook nog maar 10 minuten lopen van mijn huis. Wel compleet andere kant op, maar ook maar 10 minuten. Dus alsnog heel dichtbij. Dus in die zin kan ik niet kiezen welke beter is. Maar ik ben er bijna. Ik zal even laten weten hoe deze is. Oké, ik ben klaar met mijn klasje. En ik ga sowieso die van gisteren doen. Ik ga je uitleggen waarom. Het was een wat kleinere school. Net allemaal wat minder professioneel. En wat kleiner, wat knusser. En ik hou vaak wel wat van drukker. Nou wou ik dus een klasje met jongere mensen en met een kleiner klasje. Want die klas van gisteren was dus met 15 man en ook wat oudere mensen. Ik zat nu in een kleiner klasje, 5 mensen, alleen maar jonge mensen. Ik weet niet precies hoe oud ze waren, maar wel allemaal onder de 30. Dus dan zou je denken van waarom heb je dit dan niet gekozen? Ja, dit was gewoon veel te intensief. 4 uur per dag, 5 dagen in de week is sowieso al intensief als je zoveel Spaans gaat leren. En omdat dit klasje nu maar 5 personen was, die docent, super vrolijk, heel veel energie had die docent. Maar ik werd helemaal gek de hele tijd. Vragen stellen en omdat het maar zo'n klein klasje is, ja, krijg je super veel aandacht. Wat natuurlijk, ja, je zou zeggen chill is, maar als je dit 6 maanden lang gaat doen, word ik helemaal gek. Ik weet nu al dat ik helemaal gek word. Stel je voor, ik ga een keer brak naar de les, weet je wel. Kan vast gebeuren. Of ik ben een keer echt moe. Ik weet niet of ik dat overleef dan. Ik weet niet hoe ik zoiets zou overleven. Dus eigenlijk is zo'n groter klasje, merk ik nu, van gisteren met 15 mensen, super top. Want als je er eventjes geen zin in hebt, dan kan je gewoon even verschuilen achter iemand anders. En dan ja, gewoon een beetje je mond houden. En dan word je niet echt aangesproken en kost het niet heel veel energie. Maar hier kan je niet echt verschuilen, want je zit letterlijk maar met 4 anderen. Dus je bent in totaal met 5 mensen. Dus nee, ik ga sowieso die van gisteren doen. Beter, toch de kwaliteit was beter. Ik denk dat als ik gewoon een maandje hier zou zitten en een maandje lessen zou doen, zou ik sowieso die van vandaag doen. Want je leert denk ik sneller Spaans met die van vandaag, omdat het veel intensiever is. Je krijgt veel meer aandacht. Alleen, ja, ik weet gewoon dat ik dat nu niet chill ga vinden. 6 maanden lang,
Ik word helemaal gek. Ik werd nu al gek. Na 2 uur was ik er al klaar mee. En ik weet niet, ik heb niet gedronken gisteren of zo. Ik ben helemaal fit. Maar na 2 uur was ik er al klaar mee. Want ze bleven maar praten de hele tijd. Bam, 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 bam. En ik weet niet, ik werd helemaal gek. Ik werd helemaal gek. Dus nu lekker die van gisteren. Wat chiller. Grotere klas, nou ja, dan maar wat oude mensen. Maakt natuurlijk niet heel veel uit. En dan maar iets langzamer leren. Maakt ook niet heel veel uit. Oké, ik heb mijn lessen net geboekt en betaald bij dus die andere school. En de komende 24 weken, ik herhaal, 24 weken heb ik dus nu geboekt bij die school. Dus ik kan nu niet meer terug. We moeten Spaans gaan leren voor de komende 24 weken. Voor de mensen die dat nog boeien, het was €2880. Wat als je dat terugrekent, want ik heb dus 20 uur per week ongeveer les, is dat €7,20 per uur. En dan is er nog elke dag een uur extra les dat je kan nemen. Dat zijn conversation lessen. Maar ik wil een andere video maken over mijn Spaans. Iets meer gefocust op de Spaans lessen en alles. Maar in ieder geval, als je gewoon de normale lessen neemt, is dat dus €7,20 per uur. Nou, niet heel duur als je het mij vraagt. En ik zit nu gewoon vast. Het is nu gewoon gecommit. De komende 24 weken moet ik daar... Nou, ik moet niks. Ik kan alsnog nu gewoon morgen naar Nederland gaan. Maar dat is natuurlijk zonde van het geld. Dus ik ben nu vast op dit contract. Of in ieder geval 24 weken gaan we dus naar deze Spaanse school. Gaan we even vlammen. En worden we even super goed in Spaans. Het is trouwens echt... Nou, je kan het wel zien, hè. Mega lekker weer. Het is een nieuwe dag vandaag. En ik ga hierbij ook de vlog eindigen. Want volgens mij heb ik echt al tegen de 20 minuten aan beeldmateriaal. Ik weet niet zeker. Ik heb nog niet geëdit. Dat ga ik lekker in het weekend doen. En ik weet dus ook niet hoe lang ik ga door blijven gaan met vloggen. Als ik gewoon leuke ideeën heb. Als ik het zelf leuk vind. Als de likes goed zijn. Als de support goed zijn. Goed is. Dan blijf ik hiermee doorgaan. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik ga weer naar mijn Spaanse les. Het is nu ongeveer een week dat ik in Barcelona zit. Dus... Dat is dan ook leuk om dan nu de video te eindigen. Dan hebben we gewoon de eerste week in Barcelona. In ieder geval, jullie zijn strijders. Bedankt voor de support. En ik zie jullie allemaal in de volgende video.